Jaapie, doe eens een beetje rustig. Wat is er aan de hand? Nou, kijk dan. Kijk op mijn neus. Op je neus? Oh, nee. Wat is dat? Ja, dat weet ik niet. Ik kan het niet goed zien. Ik weet het ook niet. Het ziet er heel eng uit, Jaapie. Misschien dat de kinderen ons even kunnen helpen. Hoi, jongens en meiden. Fijn dat jullie hier zijn. Jaapie heeft iets heel engs op zijn neus. Jaapie, ga eens even naar de camera. Kun je het laten zien? Durf niet. Durf. Ja, kom. Doen. Zie het. Het kriebelt ook nog. Oh, Jaapie. Ja. Ik heb een idee. Ik heb iets bij me. En ik denk dat ik het wel weg kan halen. Zal ik... Wel een bromvlieg die een beetje lui is. Waarom? Omdat hij niet wegvloog. En hij zat op jouw neus. Hey, Jaapie. Die bromvlieg op jouw neus brengt mij op een heel goed idee. Oké, vertel. Nou, kijk, de wereldkaart. Ja, we zijn op wereldreis. Ik weet het. Even kijken hoor. Waar gingen we vandaag ook weer naartoe? Nou, Jaapie. Ja? We kunnen niet zo heel ver op reis. Want we kunnen eigenlijk niet in het vliegtuig op dit moment. En dan? Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon op wereldreis heel dicht bij huis. Wat dacht je van een wereldreisje in onze eigen tuin? Oh, leuk idee. Alleen als er niet allemaal van die bromvliegen zitten, die vind ik niet leuk. Ah, weet je, in onze eigen tuin is niks aan de hand. Daar hebben ze ruimte genoeg om te vliegen. En weet je, misschien komen we nog wel veel meer mooie insecten tegen vandaag. Oh, dat klinkt wel heel gezellig. Jij zou jij niet zijn als je niet een heel leuk liedje zou hebben over een dikke bromvlieg? Ja, dat heb ik. Ik heb een heel leuk liedje over een bromvlieg. En hij zit eerst op jouw neus. Dan vliegt hij naar jou. Dat vertel ik niet. Kijk maar heel goed naar het filmpje. Dan kom jij er wel achter waar die bromvlieg allemaal gaat landen. Vlieg op, dikke vlieg, dikke bromvlieg. Je plaagt me en je kriebelt zo. Ik wil je niet, je wiebelt zo.
zie? Ik weet niet wat jij ziet. Maar daar op de kaart? Ja, ik zie het. Dat is een hele grote bij. Oké. Is die eng? Ik geloof het niet. Een bij is niet echt eng. Die is juist heel belangrijk in de natuur. Oké. Dus we hoeven niet bang te zijn? Nee, ik denk het niet. Hij is wel groot, hè? Kunnen we hem niet beter even naar buiten brengen? Want hij hoort hier niet, hè? Nee, hij hoort hier niet. Weet je wat? We brengen hem in de tuin. En ik hoop dat de kinderen thuis dan lekker meevliegen in de tuin. Want deze bij gaat van bloemetje naar bloemetje. Oké, dat is leuk. Dus dat betekent opstaan van je stoel. Zeg maar tegen de kinderen. Opstaan van je stoel, je vleugeltjes uitklappen en let op, daar gaan we dan! Muziek van de bij kun je nog iets anders doen. Je hebt daar twee dingen voor nodig. Een zwarte stift of een zwart potlood en een wit A4'tje. Kun jij daar even voor zorgen? Dan gaan we zo meteen beginnen met een hele leuke tekenopdracht. Met je zwarte stift of potlood mag jij zo meteen op jouw papier eerst een bij tekenen. Dat gaan we doen rechtsonder in de hoek. Kun jij zelf geen bij tekenen? Ik ook niet. En daarom heb ik wat foto's voor je opgezocht. Als je goed kijkt, kun je stap voor stap zien hoe jij een bij tekent. Heel veel succes! Hoe vind je mijn bij geworden? Is jouw bij ook goed gelukt? Zullen we de bij eens over het papier laten vliegen? Dan zet ik de muziek aan. En terwijl de muziek klinkt, maak jij met je stift of potlood een mooie lijn over het papier. Precies op de maat van de muziek. Zo maak je je eigen mooie kleurplaat die je na dit filmpje kunt gaan inkleuren.
Zet de punt van je potlood of stift maar bij de bij. Dan start ik de muziek. Van de wereldreis in onze eigen tuin. Ja, ik vond het ontzettend leuk en ik heb heel veel mooie insecten gezien, maar volgens mij zit er weer iets op mijn neus. Ah ja. Oké. Wat is het? Ja. Ik weet het eigenlijk niet precies. Zal ik het weer even vragen aan de kinderen? Ja, doe maar. Moet je een beetje dichterbij. Kijk, wat is het? Ik heb wel een idee, Jaapie. Ik denk dat het een klein spinnetje is. Oh, laat lekker zitten, want die zijn heel nuttig. Die eten allerlei vliegjes op. Dat klopt. Hebben wij niet een liedje over een spin? Ja, ik heb nog wel een liedje over een spin. Weet je wat we doen? Dan zeggen we eerst even dat de les is afgelopen en daarna zetten we nog het liedje van de spin aan. Goed idee. Nou, daar gaan we dan. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En oeh, daar gaat de spin. Pak jij hem maar even. Doe ik. En ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Nou, inderdaad, dat hoop ik ook. Ik hoop dat je het weer een hele leuke les vond. En dat je de volgende keer weer zin hebt om te kijken. En laat ons gerust weten wat je van deze insectenles vond. En tijdens het liedje van de spin kun jij het beste met een bolletje touw een heel groot spinnenweb maken in jullie eigen woonkamer. Om de tafelpoot, om de stoelpoot, om de familie, om de lamp. Maak maar een heel groot web. En tot de volgende keer.